Fluitist Ronald Snijders is van plan dit jaar te werken aan zijn autobiografie. Hiermee wil Snijders op zijn eigen wijze zijn muzikale ervaringen delen met de wereld. De fluitist met een uitgesproken eigen stijl heeft best veel bereikt in zijn loopbaan. Ronald is zoon van wijlen dirigent Eddie Snijders, die onder meer beroemd is geworden met de militaire kapel tijdens de Taptoe in 1969 in Delft, Nederland. In 2001 werd Ronald Snijders gedecoreerd tot ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Onlangs trad hij nog op voor de koning tijdens het koningsconcert in Zwolle. Zijn muziek kan het best omschreven worden als swingende Latin jazz met funk-invloeden en een flinke dosis worldbeat. Snijders is naast fluitist ook een begaafd componist en zijn stukken worden vaak door de hip-hop-generatie verwerkt op diverse dance tracks. Snijders is een meester in het samenbrengen van bijvoorbeeld de Surinaamse cassico en jazz. Er zijn veel filmen over me gemaakt, zeker een stuk of 10, waaronder ook Oru Pokumang, Fusranang en van de Wereldomroep en van Jeugdjournaal in Nederland en van de NOS en de NPS in Nederland. Dus, maar ik wil nu een eigen filmportret maken waarin ik op mijn eigen wijze de onderwerpen met elkaar gaan combineren. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Het kan ook een grote flop worden, maar ik ga het proberen. Verder wil ik een autobiografie in schrijven, wat ik allemaal heb gedaan. Een kinder-cd, een nieuwe. En ook een nieuwe plaat met mijn gewone band. En als het nog lukt, mijn cassico-scriptie en opnieuw gaan uitbrengen in het Engels. Best veel plannen voor dit jaar. Ja, en bij mij blijven nooit plannen. Ze gebeuren wel hoor. Ik heb bijvoorbeeld al 50 LP's en CD's uitgebracht. Het zijn plannen. En als iets niet lukt, is het niet erg, want er zijn er andere dingen gebeurd die het hebben, die het hebben verdrongen. En ik probeer ook zoveel mogelijk niks te doen. Maar dat lukt vaak genoeg niet, hè? Dat hij niets doet. Nou, je kan je daarin vergissen. Kijk, voor mij is het geheim voedufuru. Is om af en toe in een moest doen notie. Echt. Dus af en toe moet je gewoon niks doen. Je gaat gewoon in de stad, je drinkt een kopje thee, of je wandelt, of je gaat met een mattie uit of zo. En dan heb je niks gedaan, dan heb je geladen voor als je gaat doen, dan kan je heel snel werken. Dat is eigenlijk mijn geheim. Heel veel niks doen, daardoor kan je veel doen. De fluitist Ronald Snijders. De muzikus is van plan dit jaar te werken aan zijn autobiografie.